Mijn werk gaat over symbolisme. Symbolisme wordt veel gebruikt in de moderne wereld met social media. Je gebruikt icoontjes en smileys om emoties over te brengen. Ja, jouw gedachten en emoties zijn natuurlijk steeds in beweging. Op een bepaald moment zweeft er zoveel door een hoofd van een mens. En ik probeer dat vast te leggen. En dat zijn stukken tekst, dat zijn tekeningen, Disney-figuren. Die superbrands, die hebben zoveel invloed op het alledaagse leven en op de consumentenmaatschappij. Een simpel kartonnen kopje wordt verheven tot een icoon. En dus daar gaan die werken over, over alles wat je nu wilt hebben, leven en dood. En, ja. Die astronaut die dat zware kruis draagt, die heeft ook de mogelijkheid om vlak voordat hij naar boven gaat dat kruis te dumpen als het ware. Zou het niet interessant zijn om te beginnen, als we opnieuw kunnen beginnen, zonder religie, zodat mensen niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, maar meer op menselijke, emotionele basis. Vind ik jou een aardige persoon? Kunnen wij overweg? En zonder dat we na gaan denken over dingen die ons aangeleerd zijn vanaf een jonge leeftijd. De fundatie heeft nu een hele belangrijke plek gekregen in mijn carrière om als eerste zo'n groot platform te bieden. Ik wil een stuk neerzetten die een vraag stelt. En ik wacht nu eigenlijk op antwoorden van het grote publiek.